Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer je alles over bloemschikken. En vandaag ga ik een bloemschik maken die echt heel veel is aangevraagd. Namelijk een mooie grote gevulde krans en mooi kleurrijk. Die is heel veel aangevraagd, dus vandaag ga ik dat behandelen. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten en we verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe, extra makkelijk. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Vandaag gebruik ik de Oasis Bio Solo Ring, 25 centimeter. Hij heeft ook het OK Compost keurmerk, dus je kan hem in een groenbak doen. Dat vind ik altijd wel goed om gewoon rekening te houden met het milieu. En op deze manier doe je dat door een kleine aanpassing te doen. De kwaliteit is net zo goed, dus zeker goed om deze ring te gebruiken. We gaan ermee aan de slag. Het bloemstuk van vandaag is niet moeilijk om te maken, maar wel heel mooi en wat heel luxe. Wat belangrijk is dat je goed oplet hoe je de verdeling doet en dat je mooi compact steekt. Als je dat doet, heb je echt sowieso een mooie krans. Daarnaast is het belangrijk om de bloemen even goed schuin aan te snijden voor de extra lange houdbaarheid. De ring heb ik al even in het water gelegd. Let op dat je een steekschuim product nooit onder water duwt of onder de kraan houdt. Maar laat hem zelf volzuigen. Als hij onder water is, kan je hem eruit halen. Het duurt helemaal niet zo lang. Maar je kan hem er gewoon inleggen. Laat hij zich volzuigen. En daarna kan je hem eruit halen. Goed, we gaan beginnen. Vandaag gaan we voor kleur. Dus we gaan een hele mooie bonte krans maken. Het zou dus echt een eyecatcher worden. Let goed op de verdeling van jouw bloemen. Dus dat je je bloemen goed verdeelt. Kijk hoeveel je overal van hebt. En verdeel het in de krans. En steek dat er mooi compact in. Dus ik steek hem eigenlijk zodat je hem niet verder kunt steken. Dus echt mooi compact in je krans. En ik zorg dus dat de verdeling goed is. Let op dat je de bloemen goed schuin aansnijdt. Gebruik hiervoor even een goed mesje. Ik gebruik die van Oasis. Maar let erop dat hij goed scherp is en dat je dan even de bloemen goed schuin aansnijdt. Ook de knopjes kan je goed meenemen. En op deze manier vul ik de krans op dit moment eerst met oranje trosroosje. Maar je kan ook een andere kleur trosroos gebruiken. Maar ik zorg ervoor dat ik heel veel bonte kleurtjes gebruik. Dus allerlei verschillende kleurtjes, zodat het een mooi bont geheel wordt. Maar daardoor heel tof en kleurrijk. Mooi vrolijk. Dus we gaan gauw verder. Dan gebruik ik gerbera's. Wat bij gerbera's altijd even belangrijk is, is dat je voorsteekt. Nu had ik eigenlijk beter eerst kunnen kiezen om de gerbera's er eerst in te kunnen doen. Want ik wil ze eigenlijk wel mooi verdeeld tussen de anjes. Dat is geen probleem, we kunnen nog even ruimte maken. Je pakt even de steel, de onderkant van de steel van de gerbera. Dan steek je even voor. Dan kijk je of de lengte van jouw gerbera er goed in zit. Haal je hem er even opnieuw uit. Snij je hem opnieuw aan. Dan maak je een nieuwe wond. Kan hij het water goed opnemen. En dan steek je hem weer in het steekschuim. En zo heb je extra lange houdbaarheid van jouw gerbera in een steekschuimproduct. En druk niet door, druk jouw steel niet kapot. Want veel mensen hebben de neiging om dat te doen. Let daarop, dat is niet nodig. Je kan gewoon even een gaatje voorsteken met een steel.
Prachtig. Ik neem de zijkanten ook mee en ik steek ook mooi naar binnen, zodat je een mooi bol krijgt. Nou, zoals je ziet heb ik de verdeling echt heel erg mooi. Nu hebben we nog wel wat gaatjes zichtbaar. Die gaan we vullen met een klein beetje tulantje en een beetje mos. Wat we daarvoor doen is we maken compacte kleine bolletjes van tulantia. Die stoppen we ertussen. Het is haast niet nodig om een krammetje te gebruiken. Maar mocht je het wel willen gebruiken, dan kan dat. Met vervoeren is het vaak wel wat handiger. Dan spreek ik de krans nog even in met de Floralife Finishing Touch Spray. Voor extra lange houdbaarheid. Wil je deze prachtige krans nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulmerbemis.nl. We zijn door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien we bij de volgende keer weer. Doeg!